Welkom, ik ga een uitleg geven over hoe je je Excel sheet maakt en hoe het werkt voor kostprijsberekening. Ik ga laten zien wat we hebben opgebouwd tijdens de laatste werkcollege. Wat je hier ziet, dat is eerst de samenvattingpagina. Wat je moet meten in eerste instantie, hier staat de naam van het product en de seriegrootte eerst. En dan gaan we hier intoetsen 500, dat is wat de serie van het product. En dit stuk hieronder, dat ga ik later uitleggen. Ja? In Excel, je werkt met verschillende sheets, verschillende tabbladen, kan je naar de ene of de andere. Onze eerste sheet noemen we samenvatting. Als je hebt een sheet, dan staat meestal de naam blad 1 bij. Als je daar dubbel op klikt, dan kan je een nieuwe naam geven. En met de rechtermuisknop kan je beheerende tabbladen bijvoorbeeld kopiëren of verwijderen. Op die manier hebben we de eerste samenvattingspagina gemaakt. Ja, in de cel 500 gaan we een naam geven aan deze getal. Wat dit gaan we gebruiken. De seriegrootte is een heel belangrijke uitgangspunt voor het berekenen van de kosten van alle onderdelen. Dan gaan we met de rechtermuisknop op die cel klikken en hier kan je een naam geven met de functie naam definiëren. En dit gaan we noemen seriegrootte. Caps lock stond daar. En we kunnen op elke volgende sheet refereren naar deze naam. De volgende sheet gaat over de eerste onderdeel. En dit wordt een gebogen buis in ons geval. Zetten we daar een foto van het onderdeel bij, zodat je kan zien waar het om gaat. Een naam, een onderdeelnummer. Dit is heel belangrijk om de onderdelen goed te kunnen traceren. En hier zie je de rij seriegrootte. Hier in die vak willen we dus van de eerste pagina meenemen de seriegrootte. Dan druk je op de knop gelijk aan en begin je intoetsen. En dan vind je hier terug de naam wat we hebben ingevoerd, seriegrootte. Dubbelklik en een enter. En dan wordt de getal van de eerste pagina hier gekopieerd. Goed, wat belangrijk is bijvoorbeeld van die buis, ga je twee gebruiken voor elke product. Dus als je 500 produceert van de relingen, dan ga je eigenlijk 1000 maken van die gebogen buizen. Daarom hebben we hier een vak voor het aangeven van twee stuks. En hier is onze eerste formule. We berekenen productieaantallen voor de buis. Dat is dus twee keer de seriegrootte. En dat voer je in bij Excel, zodat je gaat zeggen die cel is gelijk aan. En dan klik je op de ene, de seriegrootte. Druk je op de sterretje keer het aantal producten en druk je een enter. Zo heb je een formule gemaakt die vermenigvuldigt de twee cellen en dan koop je uit op 1000. Ja, dus we weten hoeveel stuks we willen maken, want dit heeft een grote invloed op de kosten achteraf. Nou, hieronder vind je een klein berekeningstuk over de materiaalkosten. Dan ga je uit van de handelslengte. Handelslengte is de lengte van de buizen wat je kan standaard kopen. En meestal worden 6 meter lange buizen verkocht in de industrie. Dus dat is 6000 mm. We rekenen in millimeters als engineer-ontwerpers. En de lengte van de onderdeel wat ik ga buigen, dat is, laten we zeggen, 1100 mm. Dan moeten we berekenen hoeveel stuks uit de 6 meter buis gemaakt kunnen worden, afgezaagd of afgesneden.
En als we weten hoeveel een buis kost, dan weten we wat het gaat kosten per stuk. Nou, om de berekening te kunnen maken, in eerste instantie gaan we hier delen de 6 meter met de lengte van het onderdeel. Dus dan die cel maak je zo gelijk aan. 6000, klik je op de cel, gedeeld door de andere cel, 11000. En hier gaat dus extra automatisch de code. Dus als je kijkt hier naar B9, gedeeld door B10, invullen. Oké. Dan krijg je een heel mooi getal. Ja, je kan niet 5,45 buizen maken, alleen maar 5 of 6. Nou, 6 lukt het niet, dus in ons geval 5. Dus we moeten die getal omlaag afronden. Daar hebben we hier een andere formule voor. Afronden naar beneden, dat klinkt een beetje eng, maar als ik ga uitleggen hoe dat werkt, dan is het niet zo eng. Dan zeg je gelijk aan. En je begint in te toetsen afronden. Of als je een Engels Excel hebt, round up of round down. En we kiezen voor afronden naar beneden. Als ik dubbel klik, dan gaat hij hier aangeven hoe ik de formule moet gebruiken. Dus eerst moet ik invoeren het getal. Dan maar punt, comma, de aantal decimalen en tussen haakjes. Nou, dit wordt mijn getal. Dan klik ik op. Up, dat neemt hij over. Dan zet ik een punt, comma, en dan zeg ik 0. Want 0 decimalen zijn hele getallen. En als ik klik enter, dan maakt hij 5 van. Ja? Ik denk dat het opviel dat hier staat bijvoorbeeld een euro tekentje. Voor de 18 euro. Dit is de kosten van 6 meter buis. Dit is een geschatte waarde. En later, eerst ga je alle gegevens schatten. En later ga je opzoeken wat de type buis kost die je wilt toepassen. En dan weet je pas exact wat je hier moet invullen. Ja? Om de sheet te maken, eerst is het prima om met geschatte getallen te beginnen. Nou, hoe krijg je daar de eurotekentje? Als je gaat hier en klik je op de start tabblad, dan kan je hier een vakje en daar kan je instellen. Bijvoorbeeld hier staat standaard, hier staat valuta. Wat betekent dat nou? Je kan aangeven bij een cel de type die je gebruikt. Dus bijvoorbeeld als je geld wil invoeren, dan kan je kiezen voor valuta, dan gaat hij euro van maken. Als je een getal wil, dan maakt hij een getal van, zonder eurotekentje. Maar bijvoorbeeld als je het woord percentage, dan maakt hij automatisch een percentage van. Of tijd, als je uren wil intoetsen. Maar je ziet dat hier ontstaan de rare dingen. Dan komt hij de 18, kan hij niet omzetten naar de getal die daar zou moeten staan. Als je iets raars hebt, dan is het bij 99% het geval dat je per ongeluk op een of andere manier de type cel verandert. Dus ik zet terug naar valuta, dan komt de 18 euro mooi terug. En die cel, die was ook getal of normaal staat de standaard. Dat kan ook getal zijn of tekst. Dit heb ik ook omgezet naar valuta. Goed. Nou, en wat hier gebeurt is gewoon heel simpel. Dan de 18 euro deel je met de aantal stuks die je kan produceren. Zo heb je de totaal materiaalkosten 3,60 euro per buis. Ja? De volgende stukje gaat hier over bewerkingen. Bij bewerkingen ga je uit van een uurtarief van een lasersnijmachine bijvoorbeeld, die de buis gaat lasersnijden. Dat is 40 euro. Dat is ook een geschat getal in dit geval. De cyclustijd is 2 seconden. Nou, hoe kom je aan de cyclustijd? Je kan bijvoorbeeld een YouTube filmpje kijken van een buislaser snijden. En dan ga je meten hoe snel die een stuk buis afsnijdt. En dat is voor een grove schatting prima. Dus als je ziet in het filmpje dat het binnen 2 seconden een buis wordt afgesneden, dan gaan we hier 2 seconden invullen. Ja, omdat de uurtarief is in uren en de cyclustijd is in seconden, dan moeten we berekenen hoeveel uren is 2 seconden.
Nou, dat zie je in die formule. En dat is 1 uur gedeeld door 60 minuten gedeeld door 60 seconden. Dat is dan 1 seconde. Keer de cyclustijd 2. Dus dat is in totaal zoveel uren. Goed. Kosten per onderdeel. Nou, in dit geval is het een simpele formule weer. Dan nemen we uurtarief keer de cyclustijd in uur. Ja, dat is een heel klein getal. Maar alles bij elkaar, dan zie je dat er komt 2 cent uit per elke snede. Ja? De volgende bewerking wat je moet doen nadat je hebt de buis afgesneden, is het buigen. Nou, in dit geval de uurtarief is iets minder en de buigmachine is niet zo duur. De cyclustijd is veel langer, dus meestal buigen gaat het niet in enkele seconden, maar dan is het iets van 15 seconden bijvoorbeeld. Vaak maak je meerdere bochten. De cyclustijd, gebruik je hetzelfde formule. 1 uur gedeeld 60 minuten gedeeld 60 seconden keer de aantal seconden. Kosten per onderdeel. Nou, dan is het in dit geval weer de uurtarief keer de cyclustijd in uren. Dat is 13 cent. En hier gaan we totaalkosten van alle bewerkingen optellen. Dus B23, dat is hier de kosten van het lasersnijden plus de kosten van het buigen. Dan krijg je de totaalkosten van alle bewerkingen. Ja, na het snijden en buigen, dan gaan we uit van dat je ook nog wat nabewerkingen nodig hebt, bijvoorbeeld afbramen. Voor afbramen per buis hebben we 2 cent geschat. Dat is een geschat getal. En als je een exact getal wil weten, dan moet je weer een offerte aanvragen en vragen, nou, wat kost van dit bedrag het afbramen. Ja, de volgende is poedercoaten, of dat ze ook een andere oppervlaktebehandeling kunnen zijn, bijvoorbeeld aluminiumbuizen anodiseren. Die kan je altijd de kosten schatten als je berekent de oppervlak. En meestal hebben ze een bepaald bedrag per vierkante centimeter wat een bepaalde coating kost. Nou, in dit geval, we rekenen met vierkante centimeters, want bij vierkante millimeters krijg je enorm grote getallen. Bijvoorbeeld 1 vierkante centimeter of 100 vierkante millimeter. Dus als je hebt een product van 1000 vierkante centimeters, dat zou een heel groot getal zijn. Daarom rekenen we niet in vierkante millimeters. Ja? Nou, berekenen we dan de oppervlak. Hier de kosten hebben we 0,2 cent geschat. Later kan je dit ook exact aanvragen. De diameter van de buis is in dit geval 3 centimeter. De omtrek van de buis is dan, met de formule kunnen we berekenen, de 3 keer pi, 3,14 grof, een beetje geschat. Dat is 9,42 centimeter. En de lengte, dat krijgen we van B10 gedeeld door 10. De B10 was nog van hierboven de lengte van het onderdeel. Dat is hier in millimeters. 1100 millimeter. Nou, dat delen we met 10. Dan hebben we in centimeters het resultaat. 110. Goed, dus de oppervlak is dan de omtrek keer de lengte. En dat is 1036 vierkante centimeter. Ja? Nou, dan gaan we die getal vermenigvuldigen met de kosten per vierkante centimeter. En dan krijgen we de totaalkosten van alle per onderdeel. Ja, dat is 2,7 euro. Bij totaalkosten nemen we dan de kosten van de poedercoaten plus afbramen bij elkaar. 2,909 euro. Goed. Nou, nu hebben we hier berekend voor de ene onderdeel. En dan de bedoeling is dat je later maakt bijvoorbeeld een tweede. Voor een, laten we zeggen, plaat met dat onderdeel. Dan kun je heel makkelijk die sheet kopiëren en dan een beetje wijzigen. Dus bijvoorbeeld hier gaan we dan klikken op verplaatsen of kopiëren. En klikken we copy maken van de tabblad gebogen buis 1. Nou, dan hebben we hier in het gebogen buis 2. Dit slepen we daarna. Dat je mooi voorgoed. En hier ga ik de naam veranderen naar sheet metaal.
0,02. Bogenbuis 0,1. En dan hier zou je kunnen veranderen, bijvoorbeeld de berekeningen. Ja, dan praat je niet over een buis wat je gaat afzagen, maar een plaat waarvan je een stuk moet uitzagen. En bewerkingen, dan praat je weer over lasersnijden. En buigen wordt dan zetten. En zo verder. Dus je zelfstandige opdracht is voor volgende les, is dat je gaat die sheet veranderen, zodat het geschikt wordt voor het berekenen van de kosten van een plaatmetaal onderdeel. Goed, dan hier gaan we veranderen nog naar hoofdletter, zodat het netjes eruit ziet. Oké, okay. Nou, wat we moeten doen is, kan je hier verder meer en meer tabbladen aanmaken voor elke onderdeel die je gaat toepassen. En alles gaat in de belangrijke gegevens zet je om naar de samenvattingspagina. Om dat te kunnen doen, gaan we namen geven naar de resultaten. Ja, dus hier is bijvoorbeeld totaalkosten, totaal materiaalkosten. Dan noemen we dit cel, weer rechtermuisknop. En dan kiezen we naam definiëren. En dit wordt onderdeel, maken we afkorting, onderstreepje 01. Onderstreepje materiaal. Oké. Dan gaan we naar de bewerkingen, totaal bewerkingskosten. Klikken we rechtermuisknop, naam definiëren. Onderdeel 01. Bewerkingen. Oké. En bij de laatste. Totaal kosten, nabewerkingen, naam definiëren en onderdeel, onderstreep, 01, onderstreep, nabewerkingen. Ja. En als je even kijkt, dan hier zie je ook dat hier in plaats van de code van bijvoorbeeld B43, gaat Excel aangeven wat is de naam van die cel. Ja. Bewerkingen. Materiaal. Oké. We gaan naar de samenvattingspagina en hier gaan we dezelfde gegevens invullen. En hier wordt gebogen buis, dit wordt 01. En dat wordt sheetmetaal. Kan je een beetje hier trekken. Dit wordt 02. En zo verder. Kun je uitlijnen in het midden met die knopjes bijvoorbeeld. Goed, dan kunnen we hier intoetsen. Die cel is gelijk aan onderdeel 1 materiaal. En als je begint in te toetsen, dan pakt hij hier meteen. Enter. En de volgende, dit wordt gelijk aan onderdeel 1 bewerkingen. En zo kan je razendsnel de goede gegevens overnemen. Gelijk aan onderdeel 1 nabewerkingen, ja. En hier achteraf gaan we hier een som maken van alles wat hierboven staat. Hier staat nog een rij gereedschappen. De gereedschappen, je hoeft eigenlijk niet investeren in gereedschappen, maar bijvoorbeeld als je gaat een onderdeel maken hier later van spuitgieten of kokiergieten, dan heb je ook behoorlijke gereedschapskosten. Goed, dus ga je maken een som. Een som maak je door het selecteren met de shift een bereik. Dus dan klik je de ene cel, druk je de shift in tot en met de einde. En kan je hier klikken op die somtekentje. Hup. En dan gaat hij automatisch hier een formule zetten. Dus som B13 tot
P17, alle getallen. Dus die onderdeel kost alles bij elkaar €5,84 in dit geval. Ja? Als je hebt gemaakt de berekening voor sheet metaal 02, dan kan je hier ook allemaal namen geven. Onderdeel 2 materiaal, onderdeel 2 bewerkingen, nabewerkingen. En dan kan je hier ook overnemen. En op die manier kan je later ook opsommen als we hier meer onderdelen hebben om te weten wat alle materiaal, alle bewerkingen, nabewerkingkosten kunnen zijn. Goed, dus voor de eerste les is het zoveel. En volgende keer gaan we hiermee verder.